is heel belangrijk dat er ook beelden zijn die zeggen, kijk vrij. Laat je fantasie de vrije loop en kijk wat dit beeld voor jou betekent. In samenwerking met Stroom Den Haag mocht de Haagse Raad van Kinderen bepalen hoe de beeldententoonstelling in de Grote Marktstraat eruit komt te zien. Vanwege de coronamaatregelen mocht wethouder Robert van Asten deze tentoonstelling symbolisch openen in het theater aan het Spui. Hey jongens, nou dan gaat hij op jullie werk, zou ik bijna willen zeggen. Dus gefeliciteerd met de opening van de Beeldgalerij. Ja, ik vind het geweldig, die beelden op die beeldengalerij, die krijgen steeds een andere plek. Maar wat de kinderen nu hier hebben gedaan, is weer echt een nieuw verhaal ervan hebben gemaakt. Door de opstelling, maar ook door wat zij erin zien. Dat is vaak niet iets wat wij volwassenen erin zien, maar ja, met hun eigen fantasie maken ze de eigen verhalen erbij. En dat ja, is het belangrijkste van kunst, dat je steeds je eigen verhaal erin ziet. We vinden het heel belangrijk dat we op een bepaalde manier duidelijk kunnen maken dat het een collectie is van Den Haag, van de mensen in Den Haag. En met de ingang van dit jaar gaan we elk jaar een andere groep mensen of misschien wel een individueel persoon die de bevolking representeert, gaan we vragen om een nieuwe tijdelijke opstelling te maken van die beeldengalerij. De Raad van Kinderen hebben we als eerste gekozen, omdat wij denken dat de beeldengalerij ook heel erg aansprekend is voor jongeren en voor kinderen. We doen ook veel educatieprojecten, daar blijkt het uit. Maar de belangrijkste reden is eigenlijk dat zij in een manifest hebben aangegeven wat zij het belang vinden van toegankelijke kunst. Ze hebben dat gekoppeld aan corona. Ze hebben gezegd in die tijd waarin iedereen verstoken was van kunst en cultuur. Juist in die tijd vinden we het belangrijk om dat niet verloren te laten gaan. Ja, dit is echt kunst in de openbare ruimte en die kunst is voor iedereen. Ja, dan moet je dat eigenlijk ook gaan beslissen met iedereen. Dus ook natuurlijk met de kinderen. Die moeten dan ook een stem hebben over hoe hun buitenruimte eruit ziet. Hoe zij verrast willen worden en hoe zij kennis willen maken met cultuur. Nou, daar hebben ze een hele sterke mening over. Dat hebben ze ook duidelijk laten blijken. Dus ik ben heel blij dat ze van Stroom deze kans hebben gekregen om die beeldengalerij in te richten. Wij hebben beelden uitgekozen en een betekenis eraan gegeven en ze neergezet op een plek waar het een betekenis heeft, omdat ze iets betekenen voor mensen of dat ze ergens voor staan. Ja, ik vind een van de leukste die ze hebben neergezet is de waarnemer, de man met de handen op de rug en de strenge blik. Op het moment dat je de trappen afloopt van de bioscoop, dat je die dan aanziet en dat zij dan zien van ja, je hebt net op het scherm naar allerlei dingen gekeken en nu kijkt iemand jou aan daarvoor. In de straat zie je alleen maar beelden die zeggen je moet rechts afslaan. Je moet hier voorrang verlenen. Koop dat product. Stem op deze partij. Het is heel belangrijk dat er ook beelden zijn die zeggen kijk vrij. Laat je fantasie de vrije loop. En kijk wat dit beeld voor jou betekent. En die onbevangenheid die dat met zich meebrengt, die herken ik ook heel erg in hoe kinderen erover praten. En ook in de keuzes die ze maken.